In zijn jaarlijkse speech over de staat van Rusland heeft Vladimir Poetin keihard uitgehaald naar het Westen. Volgens de president zijn zij de enige echte schuldigen aan de oorlog in Oekraïne. Oud-Rusland-correspondent Wiert Duk. Ja, Wiert, voordat we verder ingaan op die speech van Poetin, welke indruk maakte hij op jou? Nou ja, in ieder geval fit genoeg om een hele lange toespraak te houden. Want die duurde al met al veel meer dan een uur. Waarin alles wat hij kennelijk op tafel wilde leggen ook op tafel kwam. Ja. Dus al die geruchten over dat Poetin zo ziek zou zijn en verzwakt en zo, die logen strafte hij in ieder geval vandaag. Ja, want vorig jaar ging dus die jaarlijkse reden in het Kremlin niet door. Hoe belangrijk is het nou dat hij dan in den lijve nu die speech geeft voor het parlement? Nou, dat was natuurlijk heel belangrijk, omdat we een jaar na de invasie zijn, hè, deze week. En de Russen hebben natuurlijk een overzicht nodig van Poetin over hoe het daarmee staat. Ja. En ook het Westen, wij, willen natuurlijk weten wat de plannen zijn van Poetin. Nou, die is vastberaden nog steeds om die militaire operatie, zoals zij het uitdrukken, voor te zetten. En de doelen die Rusland heeft gesteld en Poetin dus heeft gesteld, om die te verwezenlijken. Dus we zijn nog lang niet klaar met deze oorlog. Nee, als we dan eventjes wat dingetjes eruit halen. Eigenlijk het overgrote deel ging over de schuld van het Westen, hè? Ja, precies. Hij heeft dus dat narratief ontwikkeld, hè, dat het Westen hier al meer dan een decennium eigenlijk loopt te stoken in Oekraïne. Dat ze van Oekraïne een soort anti-Rusland hebben gemaakt. Met medewerking, zoals hij het noemt, van de neonazies in Oekraïne. En dat uiteindelijk het Westen deze oorlog heeft geprovoceerd door in die Donbass, die oostelijke regio, militair actief te zijn. Althans, de Oekraïners waren dan militair actief. En de Russen konden in de ogen van Poetin niks anders doen dan zich verdedigen. En dat is niet alleen, zegt hij, een militaire oorlog, maar ook een culturele oorlog, omdat het Westen in zijn ogen volstrekt decadent is. Pedofilie noemde hij nog, wordt daar gelegitimeerd. Er worden zelfs het homohuwelijk, zoals hij het noemde, wordt ingezegend in christelijke kerken. En Rusland wil daar een conservatief weerwoord aan bieden. Dus niet alleen militair, maar ook, zeg maar, cultureel verdedigt Rusland de conservatieve waarden. Dat is zijn uitleg. Ja, zit er dan in die harde woorden naar het Westen ook nog een dreiging? Nou, op een gegeven moment zei hij wel iets heel veelzeggends in mijn ogen. Althans, hij zei, des te meer lange afstandswapens het Westen aan Oekraïne levert, des te verder moeten wij hen van onze grenzen verdringen. Mm-hmm. En dat is toch wel echt een signaal en een waarschuwing, denk ik, aan Polen en de Baltische landen, die grenzen natuurlijk aan Oekraïne. En die zijn ook heel erg uitgesproken in hun steun aan Oekraïne en ook in hun oproep om eigenlijk Poetin uit de macht te verdrijven. En ik denk dat hij wel op hen, op die landen doelde toen hij dit zei. Ja, aan het einde nog opvallend. Poetin die wil zich niet meer houden aan het kernwapenverdrag met de VS. Zet dit die verhoudingen nou nog verder op scherp? Ja, dat kun je wel zeggen. Daar kwam hij aan het eind mee. Hè. Hij zegt, we stappen uit dat nieuwe START-kernwapenverdrag. Nou ja, we stappen er niet uit, maar we leggen even op ijs. We leggen het even stil, omdat wij niet weten wat die westerse grootmachten nou precies willen daarmee. En bovendien zegt hij, in deze situatie waarin we nu met z'n allen verzeild raken of zijn geraakt, kunnen wij niet de inspectie van onze kernwapenvoorraden gaan door dus die westerse landen gaan toestaan. Dus daarmee gooit hij nog eens een keer olie op het vuur, inderdaad. Ja, en heeft dat dan voor nu ook nog concrete gevolgen? Nee, het heeft geen concrete gevolgen, want die relaties tussen Rusland en het Westen zijn natuurlijk al dramatisch verslechterd de afgelopen jaar. In feite zijn wij via het Oekraïense slagveld in oorlog met Rusland, zo kun je het bijna wel zeggen. En die dreiging van het inzetten van het atoomwapen, wat Poetin vanaf het begin heeft gedaan, ja, die staat nog steeds. Niet dat hij dat ook zal doen, want dat betekent de verwoesting van het Kremlin en van Moskou. Maar die dreiging die hangt wel telkens boven dat slagveld. En het is niet zo dat die dreiging nu opeens acuut is geworden door deze mededeling. Ja, nou dachten we dat er misschien nog iets werd gezegd over een mobilisatie. Er is dus geen volledige mobilisatie aangekondigd. Zijn er nou dingen die er verder nog opgevallen zijn volgens jou?
Nou ja, wat hij dus doet is ook de bevolking geruststellen door te zeggen, kijk eens, wij lijden helemaal niet onder die sancties. Die hebben eigenlijk nauwelijks effect op onze economie. Onze economie draait gewoon. We hebben ook van de, weliswaar worden we gesanctioneerd vanuit het Westen, maar met de andere delen van de wereld drijven we gewoon handel. En zegt hij, ik ga een fonds optuigen om de nabestaanden van de slachtoffers van die oorlog, dus de nabestaanden van de gesneuvelden, om die te helpen. Dus daarmee probeert hij natuurlijk ook die mensen, hè, inmiddels gaat het om vele tienduizenden slachtoffers, inmiddels probeert hij ook om die nabestaanden natuurlijk voor zich te winnen en tegenover de Russische bevolking ook een sociaal gezicht te laten zien. Wat heel belangrijk is, is de relatie met China, hoe die zich verder zal gaan ontwikkelen. Ja, je zei het al even, een beetje een charme-offensief wel. Hij sloot zijn toespraak ook af met bedankjes richting alles en iedereen. Dan naar Xi. Die komt vrijdag met een toespraak. We hebben natuurlijk Biden ook al gehad, die gisteren in Kiev was. Die gaat ook nog speechen. Weten we iets over vrijdag en over Xi en wat hij gaat aankondigen? Nee, daar weten we niks over. Interessant is inderdaad wat je zegt. Hè. Je ziet dus allerlei ontwikkelingen rond deze toespraak. Biden die in Kiev was en nu naar Polen is verder getrokken. Xi Jinping die heeft aangekondigd, althans zijn woordvoerder heeft aangekondigd in München, op de afgelopen weekend gehouden veiligheidsconferentie in München, heeft aangekondigd om met een vredesvoorstel te komen op vrijdag. Daarvan weten we niet wat de inhoud is. Maar het is wel belangrijk om te constateren dat China een soort twee-fronten-oorlog, met excuus voor de term, voert hier. Om aan de ene kant dreigen ze dus het Westen, dat het Westen niet moet escaleren. En dat landen vrij staat om een autonome, soevereine politiek te voeren. En er zijn zelfs, de Amerikanen hebben angst dat de Chinezen ook militair gaan helpen. Althans de Russen gaan helpen. Aan de andere kant zou Xi Jinping dus een vredesvoorstel hebben ontwikkeld. Ja. Waarvan wij de inhoud niet kennen. Maar gezien de toespraak van Poetin lijkt het mij sterk dat hij op dit moment zal ingaan op zo'n vredesvoorstel. Omdat Poetin toch heel duidelijk heeft gemaakt dat hij die denazificatie, zoals hij dat noemt, van Oekraïne wil voortzetten. En zeker de Donbass aan Rusland wil binden. En ook voor altijd, zeg maar, aan Rusland wil binden. Dus hoe zo'n vredesvoorstel dan ter tafel zou komen, ja, ik ben er heel benieuwd naar. Maar dat weten we dus nog niet. En we weten dus ook niet hoe Poetin daarop zou reageren. En ook het Westen niet trouwens, omdat de Westen grote wantrouwen koestert ten aanzien van de intenties van China. Zeker de Verenigde Staten zien China eigenlijk als hun, zeker als hun strategische vijand. En zijn heel beducht voor die tandem China en Rusland, die zichzelf zien als, zeg maar, de nieuwe aanvoerders van een multipolaire wereld, waarin het Westen en de Amerikanen met name een toontje lager moeten zingen. Ja, nou, we gaan zien hoe het vrijdag zich allemaal gaat ontwikkelen. Wierd Duk, dankjewel. Dankjewel.